Het lege land. U staat nu op het rond. Het rond vormt als kruispunt van de slotlaan en de beide dorpsstraten het historische centrum van Zeist. Rond dit centrale plein liggen verschillende historische gebouwen, zoals het gemeentehuis, het voormalige post- en telegraafkantoor en hoteltheater Figi. Maar hoe is dit plein nu eigenlijk ontstaan? Precies waar u nu staat. Stroomt 1200 jaar geleden de brede, nog niet bedijkte rivier de Rijn. Vanuit de Zuiderzee en de Vecht varen hier in het jaar 834 Vikingen in hun drakenboten. Ze zijn op weg naar het havenstadje Dorenstad om het te plunderen. Ook bischopsstad Utrecht moet in 857 geloven aan de verwoestende moordpartijen. Ten noorden van de dorpstraat is zijst aanvankelijk heuvelachtig met oerbossen. Maar deze zijn al verdwenen. Richting Leusden en Soest strekken zich nu heidevelden uit, afgewisseld met zandgronden. De Rijn zonder dijken meandert in de middeleeuwen nogal. Meerdere lopen ontstaan en verplaatsen zich. De zeisterloop valt droog en daardoor ontstaat er aan de andere kant van deze dorpsstraat een moerasland, Broekland. De naam Kattenbroek getuigt daar nog van. In de 11e en 12e eeuw wordt dat stuk van Zijst ingepolderd door de landseer. De bischop van Utrecht. De combinatie van heide aan de ene en kleigrond aan de andere kant van de straat maakt zeist aantrekkelijk voor wat kleine boerenbedrijfjes. De geschiedenis van zeist laat haar sporen na. De verschillende tijdlagen zijn nog altijd zichtbaar. De kletjers van de ijstijd vormen de Utrechtse heuvelrug en de zwerfkeien bij de Oude Kerk zijn afkomstig uit die periode. De weilanden achter Slot Zeist, richting station Driebergen Zeist, in het 13e-eeuwse ontginningsgebied Stoetwegen, hebben nog structuren uit de middeleeuwse inpolderingperiode. Dit is in het middeleeuwse cultuurlandschap nog steeds te zien.